Nederlanders willen iets doen voor het klimaat, maar gaan ook graag op vakantie. Kan die reis groener? Dit zijn de top 5 bestemmingen vanaf Schiphol. Hoe lang duurt deze reis met de trein en wat betaal je ervoor? We kiezen voor het gemak het weekend van 4 tot 7 april en de bijbehorende prijzen. De prijs van een ritje met de trein is vaak hetzelfde en bij vliegtickets kunnen ze per weekend nog wel eens verschillen. We vergelijken de reistijd en tellen 1,5 uur inchecktijd bij de vluchten op. Ook de tijd om naar het centrum van de bestemming te komen wordt meegerekend. Een retourvlucht naar Londen kost €88. In totaal reis je 6 uur. Dezelfde rit met de trein kost zo'n €142 en je bent iets meer dan 9 uur onderweg. Naar Barcelona wordt het verschil groter. De treinrit duurt 2,5 keer zo lang, is 2 keer zo duur en je moet meerdere keren overstappen. Bij een weekendje de Eiffeltoren bezoeken is het verschil in de portemonnee €55. De reistijd is zo goed als even lang. De twee andere populaire steden zijn moeilijk bereikbaar met de trein. De eveneens populaire route naar Berlijn is vaak voordeliger met de trein, maar duurt wel langer. De vraag is of reizigers het extra geld en de langere wachttijd over hebben voor het milieu.